Vandaag gaan we je laten zien dat je met melkpap en een klein beetje water sekke trekshots kan doen. Zoals hier. Misschien gaat het een paar keer missen, maar dit wordt een bottleflip. Oh, jammer, Floris. Als ik zit, werkt het beter. Jeut. Tada. Heb je ook nog een ander trucje, Floris? Jazeker. De ballen zijn vetter. Je kan zeg maar de pak melk, als je er iets meer water in doet, dan kan die, als je een bol voelt, dan schuift die zo helemaal naar voren en dan komt die weer rechtop. Ik heb nu net wat water in gedaan. En dan kan je bijvoorbeeld dit doen. Wow. Dit is een hele gave truc om te leren. Doe eens nog een keer. Eens kijken of het nu nog een keer is. En nog een keertje. Oh, maar de eerste keer lukt het. En dat is wat het uitmaakte. En dan kan je het zelf op de vensterbank. Dat kan. Tweede keer altijd beter. Tada. Je kan alles doen met een pak melk, bottleflips en water. Doei doei, tot de volgende video. Floris heeft net een dikke shot geland. Oh, ik ga even vragen wat ik ga doen. Doei! Ik was dus... Ik gooide net... Daarom zag ik Bo. Hij ging zo. Hij kwam zo. Hij kwam op de top. Hij schuifde zo. Hij kwam zo. Toen deed het boven. En toen kwam hij rechtop. Het klinkt ongeloofwaardig, maar het is echt gebeurd. Nu echt waar. Doei doei!